Ja, we kunnen dom doen, baby. Nee, de cijfers die gaan niet. Zij willen als ons doen, baby. Jij beseft die dingen niet. Dom doen, baby. Goedemorgen, mensen vanuit Turkije. Bodrum om precies te zijn. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. We gaan nu even richting het strand lopen. Even handdoeken klaarleggen, want die mensen hier houden alles bezet. Dus wij doen het spelletje mee. Ga ik ook even doen. Daarna gaan we gym pakken. En gaan we even ontbijten. Kijk, nu is er al heel veel bezet, hè. Besef. En het is pas 8:30. Godverdomme, hé. Het is gelukt, hoor. We hebben een plekje gevonden. Niet waar we per se wilden zitten, maar we kunnen niet alles hebben. Maar dit is een prima plekje. Goede spot. Dit is hoe ze het doen hier. Sommige mensen komen pas eind van de middag. 3-4 uur zie ik. Maar ze leggen vast handdoek neer. Moeten ze verbieden. Huh? Zijn er? Even snel knallen. Cleaning abi, siktir lan. We hebben net goed ontbeten. Was natuurlijk weer even wachten op Manon, maar ze is eindelijk zover. We liggen hier tranquilo aan het strand, want het is ook een chill vakantie. Tot rust komen, Nederland plezier doen. Ze kan hier lekker haar ding doen, ze kan lekker spelen met het zand. Papa straks een zandkasteel bouwen voor jou. Kijk hier. Ze heeft het naar de zin, hoor. Gaan we zo meteen ook even een jetski pakken. Gaan we even vliegen over het water. Blijf bij mij, please laat mij nou niet gaan. Kom, kom met papa. Kom met papa. Kom met papa. Nee. Wat? Nee. Dat ze weet dat jij in het water stond. Kom met papa. Hey, Nela. Papa gaat even jetski. Ja? Tot straks. Kleine Nela slaapt heerlijk, hoor. Lekker tranquilo. Dus dat zijn ook de momenten dat papa een moment voor zichzelf heeft. Gaan we even verder met het boek van Memphis Depay. Even blijven lezen, pik. Ja, ja. We beginnen al hier en daar te stotteren. We moeten blijven ontwikkelen, hè. Onze hersenen scherp houden. Beetje educatie. Of niet? Ja, toch? Dat ze niet meer lezen, alleen maar in onze fonna gaan zitten, lopen we achter. Dan kan ik straks geen eens meer boeken voorlezen voor mijn kleine. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, is je oudje goedgekeurd? Ben je tevreden met je outfit? Lijkt op een clown. Lijkt net je moeder. De hele dag in de spiegel kijken. Oh, ja, ja. Hey, we zijn weer fresh. Good to go. Vertel zo meteen wel waar we naartoe gaan. Eerst laat ik even mijn oudje zien. Die nieuwe broek. Was vlak voor vakantie binnengekomen. Perfecte timing. Is van Pegador. High fashion heet het. Schoenen zijn bekend. Shirt is ook bekend. Maar het gaat mij om die broek.
goede fitting. Dus mocht je nog een goede, leuke spijkerbroek zoeken. Picador High Fashion heeft toffe broeken. Voor een leuke prijs. Zo, Manon is al naar buiten gegaan. Dus laten we snel gaan, anders wordt ze boos. Eerste keer jetski ervaring. Zag je me vliegen over het water? Nee. Gevaarlijk hoor. En dat te bedenken dat het ook nog mijn eerste keer is. Zou je niet verwachten van zo'n snelheidsduivel als ik. Maar we gaan het zeker vaker doen. Huh? En zoals jullie in mijn vorige vlog hebben kunnen zien, was ik dus 30 juni was ik 28 geworden. Helaas, maar ja, we worden allemaal ouder. Manon kwam met het idee om een cadeau voor mij uit te zoeken. Ze kwam er niet uit. Ze zei, kies wat uit. Maar ik heb nu op het moment niet zo 1, 2, 3 iets op het oog. Dus ik zei tegen haar, we gaan naar Turkije. Ik ben een vleeseter. En laat het nou net toevallig zo zijn dat in Bodrum Nusret één restaurant heeft zitten. Dus ik zei tegen haar, je mag me daarop trakteren. Als ik vlees eet, ben ik blij. Ben ik gelukkig. Dus geen cadeau, maar een ander soort cadeau. Ze mag me meenemen uit eten. Het is altijd druk, heb ik gehoord. Dus hopen dat de plek vrij is, anders moeten we improviseren en dan een andere dag daar naartoe gaan. Nela houdt niet van wachten. Nina. Wat ga je zeggen? Nissa. Wie mis je Nissa? Nissa en Kenzo? Ja? Oh. Ja, gaan we lekker eten? Ja, hè? Ik moet nog make-up doen in de auto. Ja, dat is niet erg. Nog later. Juist, dat is niet erg. Zoals nu ben je flikkie. Of niet? Geef nog maar toe. Ja, we zijn aangekomen hoor. Bij het resort. Daar waar het restaurant van Nusret zit. Het ziet er echt luxe uit hier. Heel mooi, schoon, clean, alles. Er was geen eens parkeerplek. Valet parking. Dus dat hebben we gedaan. Hopen dat hij geen schade maakt. Anders hebben we een probleem. En nu hopen dat er plek is. Want ik heb gehoord dat het hier altijd druk is. We gaan het zien. Kijk hier. Kijk haar. Kijk haar. Chic hoor. Wat verdikkie. Ziet er rustig uit. Ik hoop dat het binnen ook rustig is. Salt Bay, Salt Bay. Zo toch? Aha. We mogen Gado bedanken, want ze hadden plek voor ons. Kijk hier, mooi uitzicht ook nog. Nela die zit nu bij Nusret. Een beetje verlegen te doen, want die mannen hier hebben allemaal een snor. Ze vindt het een beetje eng. Nela, he is shy. Hey poepie. Wat is dit? Nee, zegt ze. Speentje? Speentje? Daar zitten we dan hoor. Onze voorgerecht. Huh? Een van de vele stukken vlees. Mooie plek uitgekozen aan het water. Sorry, ik wilde bijna beginnen, maar ik wilde voor haar. Manon heeft trek toch? Ja, ja, is niet erg. Maar voor haar is het nog te rauw. Oh, oké. Okay. Maar ik heb straks een eten. Eet smakelijk. Okay. Lekker hem op. Heerlijk. Geniet je? Dit is het tweede gerecht. Heerlijk. Dit is het tweede gerecht. En natuurlijk kan ik het niet laten om ook gewoon zand mee na te doen toch? Huh? Met een zout. Wat verdorie. Lekker hè? Gaan we genieten. Ja toch? Kijk, 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 vleesje, kijk. Lekker, gaan we pakken. Nee? Kijk, hier doen we het voor. Het hoofdgerecht. Tjewij. Dank je, schat.
Hier kan je me wakker voor maken. Het is echt veel vlees. Veel Dit is een mooi cadeau. Kan je vaker geven. Nee, een slokje? Virgin Mojito hoor, voor de mensen die denken dat je een cocktail met alcohol geeft. Proeven. Lekker! Hey, lekker hè? Ja, lekker. Auw. Hebben we lekker gegeten, Nela? Ja? Was lekker hè? We hebben genoten, mama ook. Volle buik. Oh, zie je jezelf. Ze houdt van spiegels, net als haar moeder. We zitten goed vol. Was gewoon strijden. Ik wilde niks achterlaten. Sowieso vind ik het zonde. Maar vooral, wanneer ik het niet zou opeten en we kwamen thuis, zou ik spijt hebben. Dus we hebben gemurderd, hè? We hebben gestreden. Buik is vol vol, dus morgen gaan we moeten verbranden. Nu gaan we nog even een stukje wandelen hier. Nela moe maken, dan gaat ze straks heerlijk slapen als Dona Roosje. Ga je duwen, schatje? Ga je duwen? Ja. Wat zei je nog een keer? Ze is klaar voor een broertje of zusje. Ik denk het volledig mee eens. Ze is klaar voor een broertje of zusje. Alleen ik het niet. Alleen Manon is het nog niet mee eens. En nu zijn we in de Midtown Center Mall. Overdekt. Even uitbuiken. We gaan nog niet naar onze hotelkamer, want mijn maag zit nog vol. Even gaan zakken. Even wandeling met Manon en deze Nela. Even de avond rustig afsluiten. Een deel van het ouderschap, jongens. Realiteit. Ja, realiteit. Hoort erbij. We moeten dat verschonen. Maar er is geen ruimte om kleine verschonen. Tenminste, hier niet. We moeten zoeken. Ze kunnen niet allemaal Engels, dus we dachten, we moeten gewoon hier even sneller in het boekje. Maar hoort erbij. Het is niet anders. Soms moet je improviseren. Huh? Supermama. En voordat we teruggaan naar onze hotelkamer. Hebben we even een pitstop gemaakt hoor. Even een afsluiter. Wat heb jij genomen? Die lime whisky is zo lekker. Lemonade hè? Gevaarlijk hè? Nela vindt het ook lekker. Lekker fris hè die? Lekker. Zo. Met de haren zo wild toch? En ik ging voor de frappuccino caramel. Met een beetje koffie. Heerlijk hoor. Ik ga zo meteen heerlijk slapen. En heel toevallig laten we dan hier ook op vakantie een open insignia hebben. Kijk hier. Zwart. Zo echt toevallig. Maar in het zwart. We hebben het zelf in het grijs. Net iets anders. Maar we zijn het gewend. En we hebben een andere auto besteld. Maar er staat altijd kleine letters of soortgelijk. Dus we hebben deze gekregen. Mag niet open? We mogen niet klagen, toch? Ruimtelijk. Genoeg ruimte. Oh, heb je Magic Papa weer nodig hoor. Overal waar we zijn, zetten we Bluetooth, zetten we onze eigen pokus op. Ja toch? Jongen, jongen, jongen. Nela vindt het ook leuk. Huh? Eigen muziek. Of niet, schatje? Lekker. Ja, luisteren hè. De mensen moeten luisteren. Oh, na, na, na. Die zei jij, jij. Hier, onze navigator zoals altijd. Zij leidt ons naar het hotel. Hoe lang rijden? Kwartier. Nu zijn we helemaal kapot. Dus wij zien jullie later weer. Zien jullie morgen. Hier zijn we dan hoor. Inmiddels de volgende dag. Op de boot. Bootrip gaan we maken. Maar ons zegt dat jullie me niet kunnen verstaan. Maar ik denk het wel. Want ik praat best wel luid. Kijk hier. Nela heeft er ook weer zin in. Niet zo vrolijk opgestaan. Maar nu kan ze weer een beetje lachen. Even goed insmeren. Want het is hier heet, stukje heet. Kind smeren, dan gaan we zo meteen verder vloggen. Wanneer we eerst een stop hebben gemaakt. Ja, we kunnen dom doen, baby. Nee, de cijfers die gaan niet. Zij willen als ons doen, baby. Jij beseft die dingen niet. We zijn aangekomen bij de eerste stop. Maar natuurlijk gaan we ook weer springen. We moeten, hè? Nela moet slaapje doen, want ze begint te zeuren. Huh? Net als haar moeder. Vriendinnetje van Nela. Ik zet alles in, alles in. Want ik heb alles in, alles in. Yeah.
Na het zwemmen, waren we lui, kwamen we terug, gingen even douchen en we vielen in slaap. Nela sliep, dus wij gingen ook even een dutje doen. En net gingen we even avondeten en dan gingen we door naar die show dus, zoals jullie net konden zien. Het was gezellig. Normaal gingen we vroeg slapen voor Nela, maar dit keer had ze heel veel energie. Dus het was wel leuk, maar nu ga ik de vlog alsnog afsluiten, want we zijn kapot. Het is inmiddels 11:30. Dus morgen weer een nieuwe frisse dag. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie in de volgende video weer. Ciao, ciao. Jij weet, ik heb die gedrag. Jij weet, ik heb die gedrag. Jij weet, ik heb die gedrag. Jij weet, ik heb die gedrag.